Nou, goedemiddag dames en heren. We zijn hier op de stand van de firma Oosterberg op de jaarbeurs in Utrecht. En hier naast me heb ik Geno staan. Ja, dat klopt. Geno, wat brengt jou hier? Allereerst natuurlijk de Oosterberg stand. En om heel eerlijk te zijn, de Henk en Fred kwam vandaag uit. Dus jij hebt een interview gegeven, ik heb een interview gegeven. Dus ik denk, nou, dat is nou een mooie gelegenheid om dat nou eens samen te beklinken. Ja, Henk en Fred zeg je al. Kan je aan de mensen uitleggen, wie zijn Henk en Fred? Want ik snap er niks van. Nou, daar had ik al begrepen net. Maar nou goed, Henk en Fred zijn natuurlijk stereotypen in de installatietechniek. Henk is er meer wat oudere monteur. En Fred is de jongere monteur die dus innovatief is, social media heel belangrijk vindt. En uiteindelijk zijn er natuurlijk twee tegenpolen die natuurlijk niet zonder elkaar kunnen om uiteindelijk zeg maar, een succes te krijgen binnen de installatietechniek. Herken jij dat de Henk en Fred types in bedrijven zijn? Heb jij er ook mee te maken? Nou, ik heb er ook dagelijks mee te maken, ja. En dat is natuurlijk een spanningsveldje wat ontstaat. Maar uiteindelijk kun je niet beide of zonder die stereotypen binnen je organisatie. En uiteindelijk probeer je dus de talenten die de mensen uiteindelijk hebben, want ook de Henk heeft zijn talenten, maar ook de Fred heeft zijn talenten, om die te bundelen, om zodoende zeg maar, een krachtig team te ontwikkelen. Nou, dat is leuk om te horen inderdaad, want uiteindelijk moeten de Henk en Fred samen gaan werken. Ja. Heb je één tip dat jij zegt, nou ik probeer het op deze manier, probeer ik de Henk en Freds, laten we ze zomaar blijven noemen, bij elkaar te brengen? Eén tip vind ik eigenlijk wel heel moeilijk. Want uiteindelijk heb je natuurlijk te maken met manier van leiding geven misschien. Nou, manier van leiding geven is in ieder geval te zorgen dat je de mensen zich laat ontwikkelen in de organisatie. Je geeft ze kaders mee waarbinnen ze kunnen werken. En ik zeg altijd, binnen die kaders heb je onbegrensde mogelijkheden. Mocht je daar buiten willen stappen, kom even langs, even overleggen en dan gaan we die kaders verbreden. En op die manier leggen wij binnen onze eigen organisatie de verantwoordelijkheid zover mogelijk in de organisatie, op de werkvloer, zodat daar ook de juiste keuzes kunnen worden gemaakt. Want dat kunnen ze. Oké, helemaal helder. Ik heb nog één slotvraag voor je. Ben jij een Henk of een Fred? Ik ben echt een Fred. Ja, we moeten vooruit. Vanaf nu, kijk even naar je achternaam. Fred Mijnen. Je heet geen Geno meer. Dankjewel, Fred, dankjewel. Ja, dames en heren, nog steeds op de stand van Oosterberg. En ik heb hier naast me staan Mark. Mark, zou je misschien even aan de mensen voor willen stellen en wat jou hier ook brengt? Ja, zeker. Ik ben Mark de Groot van het bedrijf Negotica. En wat wij doen is, wij maken software voor domotica systemen. Ja, wat kom ik hier doen? Gewoon eens even kijken, wat is er nieuw, wat is er leuk? Even wat oude bekenden weer spreken. En wat rond snuffelen. Oké, Mark, dankjewel. Hey, nou hebben we net de presentatie gehad van het blad Henk en Fred. Ja. Wat vind jij van de manier van communiceren tussen Henk en Fred? Tussen de karakters zelf bedoel je of de manier waarop ze neergezet? Nou, laat ik het anders zeggen. Herken jij de types Henk en Fred? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, ik kom heel veel van beide partijen tegen. En eigenlijk verbaas ik me er nog steeds over dat er niet iemand is die er precies tussenin zit. Iedereen die je spreekt is of een Henk of een Fred, om het maar zo te zeggen. En heb jij binnen jouw bedrijf ook met Henk en Freds te maken? Ook wel, maar... Ja, nou eigenlijk wel, ja. Ja, je zou dat wel kunnen zeggen. En hoe ga je daarmee om? Is het alleen maar communiceren? Of zeg jij van bovenaf, nee, ja, we willen het zus en zo hebben, Henk. Jij moet je mond houden, of Fred, je moet je mond houden. Hoe ga je met die types om? Ja, je merkt dat je gebruikt de mensen zeg maar, voor het soort werk wat zij goed in zijn. Dus de Henk is meer van de traditionele man die... Die op de kwaliteit heel erg zit. Nou, die laat je mooi dat deel doen. En de meer innovatieve personen, die laat je de nieuwe dingen uitzoeken. Even snel dingen proberen. En zo toch van iedereen zijn kwaliteiten gebruik maken. Dus Henk en Fred inzetten op hun talenten om uiteindelijk een beter eindresultaat te halen. Ja, inderdaad. Slotvraag, Mark, aan jou. Een persoonlijke. Ben jij een Henk of een Fred? Ik denk dat ik toch wel een Fred ben. Ja. Zal jouw omgeving dat ook vinden? Ja, dat denk ik wel. Oké, dankjewel. Hey, jij bedankt. Dankjewel. Leuk. Nog steeds op de beurs van de firma Oosterberg. En we hebben hier voor het interviewbord Martijn van Philips. Martijn, zou je misschien kort kunnen introduceren voor de kijkers? Geen probleem. Mijn naam is inderdaad Martijn Noordzij. Ik werk bij Philips en ik ben in Nederland verantwoordelijk voor de groothandel. Dus ook voor Oosterberg. Oké, en wat brengt jou specifiek hier op de stand van Oosterberg?
A is het een van mijn belangrijke relaties in Nederland. Grote klant van ons. Zijn voor ons echt de tentakels in de markt. Voelen echt aan waar de klanten zitten, waar de behoeften zijn. Dus voor mij heel belangrijk om contact met een bedrijf als Oosterberg te houden. Oké, okay. Nou heeft vandaag de presentatie plaatsgevonden van het blad Henk en Fred. Dacht jij in het begin, Henk en Fred, wat is dat nou? Ja, dat dacht ik zeker. En dat komt eigenlijk ook omdat Oosterberg in staat is gebleken om de naam heel goed geheim te bewaren voor mij. En ik moet zeggen, toen ik aankwam had ik hem ook nog niet zo door van twee stripfiguren. Wat gaan we daarmee doen? Na ook de uitleg van vanmiddag denk ik dat het voor mij heel herkenbaar is. Omdat de Henks en de Freds in de markt, nou, dat is voor ons ook de uitdaging. Hoe kunnen we van die Henk veel meer een Freddenker maken? En ik denk dat dat de spijker op zijn kop is die Oosterberg hier raakt. Hoe maken we van een Henk een Fred? Komt het ook wel eens voor dat je jou vraagt hoe kunnen we van die Fred wat meer een Henk maken? Absoluut. Je kunt natuurlijk doorslaan in je drang naar innovatie, in je drang naar nieuwe dingen. En je zal ook altijd kwaliteit moeten waarborgen. Dus je zal altijd een Henk nodig hebben die gewoon wat overzicht bewaart, een stapje terug doet, iets minder gas. En dus zeker belangrijk om die combinatie aan te houden. Oké, slotvraag voor jou Martijn. Ben jij een Henk of ben jij een Fred? Ik ben overtuigd van het feit dat ik een Fred ben. Vind je dat zelf of denk je dat jouw omgeving dat ook over jou vindt? Nee, ik denk dat mijn omgeving dat ook zal zeggen. Toch het op zoek gaan naar nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden past beter bij mij. Oké, okay, dankjewel. Dank je. Nou, nog steeds op de stand van Oosterberg hier in de Jaarbeurshal in Utrecht. En we hebben eindelijk een Feyenoorder gevonden. Raymond, want jij bent een hart en nieren Feyenoorder. Nee, Cambuur. Raymond zei net, ik ben Ajaxiet, dus daar heb ik ook nog een verleden. Raymond, zou je misschien even kort kunnen voorstellen aan de mensen? Nou, ik ben Raymond Nieuwkoop, woon in Meidrecht. Ik ben elektricien en doe handel met Oosterberg Amsterdam. Oké, okay, dus en wat brengt jou hier op de stand van Oosterberg? Alles om te kijken wat er is. Gewoon proberen alle nieuwe dingetjes te kijken en even langs Oosterberg. Oké, okay, nou heeft vandaag de presentatie plaatsgevonden van het blad Henk en Fred. Dacht jij niet toen, Henk en Fred, wie zijn dat nou? Dat dacht ik ook, ja. En is uitgelegd wat dat betekent, hè, waar ze symbool van staan. Begrijp je dat? Jouw dingen heb ik gemist. Ik heb het net van Jos gehoord van Oosterberg. Die heeft het een beetje uitgelegd. Ik vind het een leuk boek. En is het herkenbaar, de typetjes Henk en de typetjes Fred? Ja, de gewone man, denk ik. Ja, Henk is wat meer, hè? De ouderwetse denker. En Fred is die nieuwe jonge hond die alleen maar vernieuwend wil. Ja. Daar zou je toch ook mee te maken hebben? Ja, zeker weten. Ja. Ik wil ook vernieuwen. Ja, want dat is mijn slotvraag. Nog even aan jou persoonlijk. Hè? Ben jij nou een Henk of ben jij een Fred? Ik ben een vernieuwer. Dus een Fred. Vind je dat zelf of denk je dat jouw omgeving dat ook vindt? Dat denk ik de omgeving ook wel. Oké, okay, dankjewel. Ja mensen, we staan hier op de stand van de firma Oosterberg. En we zijn natuurlijk aan het zoeken naar talenten. Hè, want uiteindelijk moeten we een heel sterk team maken. En wie ben jij eigenlijk? Wat ben je aan het doen, joh? Ik ben Erik Borgman. Ik ben voetbaljongleur van beroep. Maar betekent dat ook dat je heel goed kan voetballen? Nou, ik kan alles met een bal, behalve voetballen. Dus nee, ik kan niet goed voetballen, nee. Ik kan alles met een bal, behalve voetballen? Ja. Zo zou je het kunnen omschrijven, ja. En ik kon dus eigenlijk niks met een bal, maar ik kon wel weer profvoetballer worden. Ja, dat heb je goed gedaan. Proef ik hier een soort Henk en Fred model? Dit is absoluut het Henk en Fred model, ja. Ja, duidelijk. Ja, want even heel kort daarover, hè. Vandaag hebben we de introductie gehad van het magazine Henk en Fred. Ja. Nou heb jij een voetbalachtergrond. Oh, je kan twee dingen tegelijk, dat kan ik al niet. Dan heb jij een voetbalachtergrond. Herken je dat, een Henk en Fred binnen een team? Binnen een team, ja zeker. Voor mij is dat ook zo. Ik bedoel, ik werk vaak samen met andere jongleurs. De een is technisch, de ander niet. De ene kan een boodschap overbrengen, de ander niet. Maar in combinatie heb je een team. Helder. Dan gaan we even ons twee analyseren. Ik heb vroeger ook een beetje gevoetbald, Erik. Analyseer nou eventjes onze twee persoonlijkheden. Ben ik nou de Henk of ben ik nou de Fred? Dat weet ik niet precies. Ik weet niet precies wie de Henk en wie de Fred is. Henk is wat behoudend, denkt wat conservatief, wil niet zo gauw vernieuwen. En Fred is die jonge hond die alleen maar wil vernieuwen en misschien een beetje doorslaat. Ja, dan kies ik voor die jonge hond. Alleen op basis van jong en oud of ook qua type? Nee, misschien ook wel qua type. Ik denk dat ik misschien meer creatief ben in die zin.
Dus meer het nieuwe opzoek. En dat jij meer gaat voor dat wat je kan. Klopt dat? Volgens mij ben ik het helemaal eens. Mensen, dit is Fred en dit is Henk. Groeten vanuit de stand uit Oosterberg. Veel plezier. Hoi. Dankjewel. Hier op de stand firma Oosterberg in Utrecht. En ik heb iemand uit Twente gevonden. Hè? Dit is Jan. Jan, zou je misschien even kort kunnen introduceren voor de mensen? Ja, natuurlijk. Ik ben Jan Lievers. Ik ben directeur van Team Nijhuis. Wij zitten niet in deze branche in elektronica. Wij zijn wel creatieve vormgevers. Onder andere de stand hier hebben we vormgegeven. Maar ook online ondersteund, activiteiten die daarbij horen. Ja, we zijn communicatiemensen dus. Ja. Oké, daar heb ik meteen een vraag over. Want we hebben net de introductie gehad van het blad Henk en Fred. Ik begreep er helemaal niks van. Was het voor jou meteen duidelijk of heb je het allemaal bedacht ook? Nou, ik dacht in het begin, joh, wat moet je nou met een blad? Hè? Wij kijken als communicatiewinner naar de online wereld, want die beweegt zich heel snel. Maar als je een stap terugzet, en als je wat ouder bent, doe je dat natuurlijk gauw. Dan denk je, verdikkie, dat is niet zo gek, want er lopen een heleboel Henks zoals ik in het rond, die gewoon uit media, gedrukte media nog lezen. En als beïnvloedend middel, want zo moet je toch wel zien, is dit heel slim en strategisch sterk ingezet. Dus ik vind, eerst dacht ik, wat moet je met een blad? Ik vind wel dat je een sprong moet gaan maken naar de fresh, dus online ondersteuning moet gaan aanbieden. Daar hebben we het ook wel over gesproken. Daar zal ook een platform moeten komen, misschien meer voor de actuele zaken. En dit is meer voor de diepte, voor de achtergronden. Hoe of Jan van Halsen thuis met zijn elektronica, waar hij niks van snapt. Dat soort dingen. Dus de beleving, zeg maar, de invulling. Maar ik denk dat de combinatie van de twee straks, misschien na een jaar, twee jaar, de meest beste zal zijn voor beïnvloeding van je hele publiek. Nou, Henk en Fred die moeten dus complementair zijn om uiteindelijk het maximale resultaat te houden. Want ik wil je eigenlijk één slotvraag stellen, maar eigenlijk heb je hem net al beantwoord. Binnen jouw bedrijf, of als persoon, ben jij een Henk of ben jij een Fred? Nee, ik ben natuurlijk een Henk. Ja, en wij hebben een aantal jonge mensen, waaronder mijn zoon, dat zijn online mensen, dat zijn de frets bij ons. En wij barsten in de frets, dus ik ben blij dat ik nog een van de weinige Henken ben die af en toe ook op het pedaal trapt om even te remmen. Maar ook soms denk van ja, ga maar. Zoek maar wat nieuws op, want de wereld leeft morgen weer anders dan vandaag. Dat is wel leuk. Dus we hebben eigenlijk binnen jullie bedrijf, is al de Henk en Fred samengegaan. Met respect voor ieders kwaliteiten, om uiteindelijk het maximale resultaat. En dat werkt ook tussen Henk en Fred binnen jullie bedrijf? Ja, dat geeft ook wel eens strubbelingen natuurlijk. Want ja, soms trap je wat te hard op de rem. Of soms gaan de anderen wat te hard voor mij doen. Maar al met al is 1 en 1 is 3, absoluut. En het is ook nog familie, dus we zijn een familiebedrijf, dat is altijd soms iets moeilijker, maar ook iets makkelijker. En ik denk dat de rendementen daarvan, überhaupt van wat men oude media, nieuwe media noemt, dus eigenlijk niet meer belangrijk zijn. Het gaat om hoe je in het nieuws komt en met wat voor middelen je kijkt naar je doelgroep en je denkt, ja, dat past. En of dat nou oud of nieuw kaartje heeft, dat maakt niet zoveel uit. Oké, nou Jan, het is allemaal heel erg duidelijk. Trouwens, vanaf nu heet je geen Jan meer, maar een beetje heet je Henk. Henk, dankjewel. Dankjewel, Henk.